Goedendag, mijn naam is A. Vraag een vraag hier. Ton, de straal is 1,5 meter, hoogte 3 meter, wordt gevuld met 30 liter per minuut. Na hoeveel tijd is de ton vol? Na hoeveel uren hier? Eerst de ton tekenen, dit is de ton aan het tekenen. Dan de inhoud van de ton, ja, de oppervlak van het grondvlak, dat is een sterke met straal R. Ja, het is dus pi R kwadraat, dit is straal R hier, maal de hoogte, dus maal hoogte. Hier uw R was 1,5, hoogte 3, krijg je dus pi maal 1,5 kwadraat. Maal 3. Ja, dat is 2,25 maal 3 maal pi. En pi is 3,14 ongeveer. Ja, dat geeft 6,75 maal 3,14 ongeveer. Ongeveer afgerond 21 kubieke meter. Ja, afronding 21 kubieke meter. Nu wordt gevuld aan 30 liter per minuut. De vulling is 30 liter per minuut. Nu, liter is 1 kubieke decimeter. 1 liter is 1 kubieke decimeter. Daarvoor gaan we 21 kubieke meter grijpen naar kubieke decimeter. Dat is 21.000 kubieke decimeter. Waarom? 1 kubieke meter is 1000 liter, of 1000 kubieke decimeter, dus 21.000 kubieke decimeter. Daarom gaan we 21.000 delen door 30. 21.000 gedeeld door 30 geeft het aantal minuten dat je nodig hebt. Dat is het antwoord in minuten. Onthoud dit is in het aantal minuten. Waarom? 30 liter per minuut per minuut. Dit, ja. Nu, dit geeft u, met hoeveel weg, hou u over 700 minuten. Nu, de vraag is, hoeveel tijd, hoeveel uur duurt het om de ton te vullen? Het gaat over uren, daarom gaat die deel door 60. 1 uur is 60 minuten, dus 70 gedeeld door 60. 700 gedeeld door 60 is 1, 60, dan heb je hier 100, krijg je 1 en 40. Dus 11 uur en 40 minuten. Dit is 11 uur en 40 minuten. Dat betekent tussen 11 en 12 uur, antwoord C, tussen 11 en 12 uur. Dank u wel, bye bye.